allemaal. De cijfers in Nederland zijn misschien niet heel erg goed. In de verpleeghuizen zijn ze wel erg goed. En daarom zijn er weer versoepelingen. Zo ook bij Larissa en zo ook bij Envida. Goedemiddag, dame en heer. Goedemiddag. Ik ben nu bij Fred en mevrouw Willems. Ja. En Fred en mevrouw Willems die hebben best wel een heftige tijd gehad. Ja. U bent ziek geweest in de coronatijd. Maar u zit hier weer vrij kieviet, lekker in de stoel, gelukkig. Ja. Hey, en Fred, voor jou denk ik dat het ook wel best wel lastig is geweest. Zeker in de periode dat ze ziek was. Want in eerste instantie mocht je natuurlijk helemaal niet komen. Ja, klopt. En hoe is dat toen verder gegaan? Nou, na die quarantaine tijd kom je nog achter de slamaren. Ja. Maar ze was heel erg ziek en dat deed me wel wat. Ja, geloof ik. Met die hoge koers en de zuurstof, dat was niet prettig in die tijd. Nee. Maar gelukkig is het allemaal goed ontstaan. Ja. En ze zitten wel netjes en keurig erbij. Hè. Ja, dat zien we. Ja. Ja, nou goed zo. Ja. En nu komen er gelukkig weer wat versoepelingen aan. Gelukkig mogen de mondkapjes op het moment dat we weer zitten en we zijn allebei gevaccineerd, wat in jullie geval zo is, mag het mondkapje weer af, gelukkig. Ja, en een knuffel. En mag een knuffel ook? Ja, zeker. Knuffel mag ook. Ja. Maar op de goede tijden, hè? Op de goede tijden, ja.